17 september 1944. En wat gebeurde er toen? Dat is dan. Het was prachtig mooi weer. Zomerweer. Het was wel een beetje raar, want er vlogen wel vliegtuigen door de lucht, maar je wist niet wat je eraan had. Duitse vliegtuigen? Duitse vliegtuigen. Ik had verplegersdienst, dus op de. Ik was dus onderduiken verpleger en ik had dienst op de dagzaal. Ik had 40 mensen die onder mij stonden. Patiënten. Om te verzorgen. Ja. Oké. Okay. Ongeveer 11:45, toen, eerst even vertellen over het opzoekschrijven. 11:45, toen kwam de vriend van mij, Harbaas dus, die was naar de kerk geweest. En die zei, en dat kan ik je wel vertellen omdat je ook gelooft, die zei, je zou zeggen, dat de wereld vanmiddag vergaat. Zo heeft de dominee gepreekt. Een half uur later waren er wel 62 doden. Zo. En daar kom ik zo werk weer op terug. Hè. Toen kwam er een man bij mij, een verpleger van een andere paviljoen. En die zei, Brink, ik neem 10 mensen mee om eten te halen in de centrale keuken. En er tussendoor zeg ik dan, ze zijn allemaal omgekomen. Want nou gaat het bombardement beginnen. Dus u nam 10 mensen mee naar de centrale? Die man nam 10 mensen mee, okay. Ja. En ze moesten naar buiten of was het in het inrichting zelf? Moesten die 10? Ze moesten naar buiten, er waren wel 12 paviljoenen. Oh, okay. En de mannen brachten het eten in de vrouwenpaviljoenen. Daarom nam die 10 mannen van mij mee. Oh, zo. Weet u nog hoe laat dat was? 12 uur. 12 uur was het toen. En toen? En toen begon het raar, het gezoem in de lucht en je wist niet wat het was. En toen ging het allemaal zo vlug. En Dirk, een beetje moeite mee, daar zou je nog verdrietig van worden. Toen werd het pikken donker in de zonneschijn. Werd pikken donker, horen en zien verging je, de plafonds kwamen naar beneden, alle ramen werden kapot. En toen wist je niet, ik had dus een paar mensen maar binnen, anderen liepen buiten. En toen, ik kan zo overdovend geluid, ik heb geroepen. Onder de tafels, dat mensen zich zo beschermen. Ja. En hoe lang geduurd het, dat weet ik niet. Het leek wel uren, maar het was maar een paar minuten. Horen en zien vergingen. En toen werd het stil. Doodstil. Het stof trok op. Waar zat u, ook onder tafel? Ook onder de tafel. Ja? En naast mij lag een man die had een schedel eraf. Was het een patiënt? Ja. Wat is dat? De schedel eraf? Is dat hoofd eraf, bedoelt u? De schedel eraf. Oh, okay. Toen heb ik, wat ik later dacht, heb ik op de lagere school gezien, dat de meester vertelde hoe de hersens eruit zagen. Dat heb ik gezien. Ja. Ja. En wat zag je nog meer?
Alles kapot. Alles kapot, grote ruïne. En toen ben ik de deur uitgegaan.